Leuk jongens. Maar een jaar geleden dat ik hier heb gevist. Ik ga het weer eens proberen. Ik moet nu in mijn eentje doen. Zonder Remo. Die is er niet bij vandaag. Kijken of we weer verschillende soorten vis kunnen vangen. Er gebeurt nog niet veel op de Engels. Nog geen tikkie gezien. Nou jongens, tweede stek. Kijken of we hier wel wat gaan vangen. En naar buiten was het karig. Eén tikkie op de hengel. Geen vis. Gaat op en neer. Maar ik vermoed dat het stroming is van die boot. Ik denk dat er een vis aan mijn hengel zit hier. Dat er een vis. Leuk. Mijn eerste Noordzeekanaalschar van het jaar. Hij is vrij dik. Wat een mooie visie. Kijk jongens. Mijn eerste scharretje van Noordzeekanaal van het jaar. Hij is lekker dik. Hij is wit van onder. Bruin van boven. Hier is hij een beetje stroef. Deze vissen, die worden bol geboren, als een normale vis. En dan vrij snel gaat hun kop opzij en wordt het een platvis. Bye bye. Het leuke van vis op Noordzeekanaal is, je ziet eigenlijk doorlopend indrukwekkende boot voorbij komen. Dat je denkt, wat is dat nou weer voor een boot? Wat vervoeren ze? Wat gaan ze doen op zee, op de oceaan? Dat is gewoon leuk om te zien. Ik heb een tijdje al niets meer gevangen. Dus het wordt wel tijd voor een aanbeet, jongens. Het is weer zover. Het is een krab. Ja. Die had er net dus ook al maasjes op gegeten. Even kijken hoor. Dan gaan we dit eens eventjes oplossen. Nou, hier zit ook niet veel meer aan. Het is een krappe tijd. Dat is ook waarom wedstrijdvissers om de 10, 15 tellen hun hengel ophalen. Kijk, als jouw aas eraf is door zo'n krabbetje, of door wat dan ook, ja, vanaf dat moment vang je natuurlijk helemaal niks meer. Buiten dat, als je opnieuw inwerpt omdat je een tijdings hebt gevangen op een bepaald plekje, is de kans natuurlijk ook groter dat je op een gegeven moment inwerpt op een plek waar wel wat zit. De mast van die zeilboot is gewoon minder hoog dan die boot, joh. Dat is een mooie aanbeet. Oh. Mooie aanbeet, jongens. Ja. Je was snel aan de inworp. Ja.
Voor mijn eerste wijting van het jaar. Dat is nog best een mooie. Wat is hier mooi van kleur, hè, jongens. Kijk, kun je dat zien? Hij is een beetje roze, paars, blauw. En hij heeft echt serieuze tandjes. Zie je dat? Ja. Echt wel een rovertje, hoor. Keetje. Leuk. Zo jongens, vandaag ga ik eens vissen met een nieuw speeltje. Ik ga kijken wat de lengte van hengels daadwerkelijk voor verschil maakt. De linker hengel met de gele top is net geen 4 meter, 3,90. De rechter hengel met de witte top, die is iets langer dan 4 meter. Heel stug, alleen flexibel de bovenkant. De linker is over de gele lengte wel vrij flexibel. En vandaag, dit is dus mijn langste hengel. Deze is 5 meter. En die is telescopisch. Dus als dat een succes is, dan ben ik er super content mee. Ik heb gisteren wel gezien, hij is over de hele lengte vrij flexibel. Dus ik weet niet of dat afstandsmijten ten goede komt. Waarschijnlijk niet. Maar we gaan het nu proefondervindelijk uitzoeken. Ja, jongens. Ja, behoorlijk beet ook. Oh, dat ging best wel snel. Mijn nieuwe hengel. Mooie parabolische buiging maakt deze nieuwe hengel, hoor. Ja. Jongens. Een mooie wijting. Dat ging vlot. Dat ging vlot. Kijk. Die wijting. Die heeft ook 3 rugvinnen. Net zoals de gul. Maar het is volgens mij geen gul. Hij heeft echt wel de kleuren van de wijting. Leuk. Nou. Hup. Zo. De zagertjes erop gegooid. Wel zwaarder aan, jongens. Hier. Wat is het idee? Een schatje. Hij is dik. Wat is je dik, joh. Hij is alleen omhoog. Een beetje stroef. Maar wel een mooie visie. Mooi gehaakt. Bye bye. Nou, die kan weer zwemmen. Wijtingdag. Ze zijn er weer. Hartstikke idee. Althans, ik vang ze weer. Oh. Ja, blijf mooi vissen. Toch? Ik vind ze mooi, hoor. Oh. Oh. Allemaal ondermaats. Nou ja, die wijting wordt niet heel groot. En die wil het lijntje doorknippen. Dat wil ik niet. Kijk. Ja. Waar
erbij. Dat is echt niet normaal. Ik word de hele tijd in de maling genomen. Het zijn toch echt mooie aanbeten. Ja, dit toch ook. Nou, dat is een windgeluid. Wat is er aan de hand? Goed niet goed. Nee, weer niet. Weer niet. Ik word gek. Wordt gek. Toch een beetje zwaar. Toch wel zwaar. Ja. Schreeuws. Wat een vies. Kijk eens even, jongens. Dit is denk ik een, is het een bordje? Hij is nauwelijks voorzichtig. Hij heeft oranje roestvlekken. Hij heeft alleen op zijn rug, vind ik, een beetje stroef. Alleen. Nou, we gaan hem even onthaken. Leuk, weer vis. Nou, bye bye. Hop, gaat ie. Nou jongens, dit was het dan weer. We gaan opruimen, gaan we naar huis. Vanmorgen ging het beste met zeepieren. Met zeepieren absoluut meer gevangen dan met zagers. De zagers blijven er wel mooi ophangen, dat is wel fijn. Maar ja, ontzettend normaal genomen door krabben denk ik dat het is. Nou ja, hoe dan ook, bedankt voor het kijken. Tot de volgende visvlog van Hals. Dat ben ik, Vis op de Lowlands. Iedere week een vlog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan eventjes. Je helpt mij. En duimpje omhoog als je een leuk filmpje vond. Mocht je nou nog suggesties hebben van Hans, probeer dit eens te vangen, probeer dat eens te vangen. Zoek dat eventjes voor ons uit. Dat vind ik leuke uitdagingen. Dan hoor ik het graag. Laat het maar weten in de comments. Maar vraag niet of ik op een bootje de zee op ga. Denk niet aan. Dat is Frank. Hi Frank. So, du bist Frank from Deutschland. Ik ben Frank. Und ja, ich Hans. Und du machst gerne Zander fangen. Ja, ab und zu gehe ich mal auf Zander und auf Karpfen, aber heute geht's mal auf Zander. Oh, ja. Das möchte ich gerne lernen. So, ich kann mal auch. Ich habe 15 Gramm. Ich glaube, ein bisschen zu schwer. Aber ja, mach mal eins aan de vangen. Ja, ja, oké. Okay. Zo jongens, ik heb al wat tips gekregen van Frank.
Hij zegt wat ik altijd doe als ik hem laat zakken. En ik raak de bodem binnen 3 seconden. Dan zeker in de lente of de winter. Dan vind ik mijn loodje te zwaar en dan ga ik naar beneden. Dus ik heb mijn 15 grams loodje die er al aan hing. Heb ik even vervangen voor een 7 grams loodje. En dat is hier gewoon genoeg. 1, 2, zie je? Het had zelfs 1, 2. Het had zelfs nog wat lichter gekund. In zomer dan zijn de vissen wat actiever. Dan zullen ze sneller toehappen. En dan kan je ook wat zwaarder vissen als je dat prettig vindt. Maar ik vind die 3 seconden regel eigenlijk wel interessant. Want ik speel dat maar een beetje. Maar vuistregeltjes zijn natuurlijk altijd wel handig om te hebben. Hij vist ook wel eens op de IJssel met vrienden van hem. En dan werpen ze met 50 gram jigets. Om dan het midden van de IJssel met die heftige stroming te kunnen bevissen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. 50 gram. Maar hier zit geen sander, hier zit geen snoekbaars. Hij zegt ook, joh, als je hier een paar minuten hebt gevist en ze happen niet, dan zijn ze er gewoon niet. Hij zegt, maar dit is wel een mooie stek om een keer 's avonds te proberen. 's avonds dan komen ze naar de randen toe, in het donker, zoeken kleine vis. En overdag dan zitten ze liever in de diepere, waar het nog een beetje donker is. Nou Frank, die zander zit niet hierna. Nee, heute nicht. Heute Abend vielleicht. Ja,